Welkom lieve steenbokken en crosswatchers. Vandaag een nieuwe reading voor jullie, voor de singles. Voor de single steenbokken. Met de Modern Witch Tarot en de Mystic Love Tarot. En daarna ga ik ook nog kijken naar jullie energie lieve steenbokken in combinatie met alle 12 de sterrenbeelden. Wat mogen wij weten voor vandaag voor de single steenbokken? Wat zijn de meest belangrijke berichten voor de single steenbokken? Fijn dat jullie weer kijken, liken, delen, abonneren, doneren. Ik ben een nieuw kanaal gestart, Philomena Healing. Daar komen allemaal gratis rijke healingen op. Dus als jij zoiets hebt van, nou, daar kan ik wel gebruik van maken, want ik wil het een en ander voor mij verder gaan ontwikkelen, of ik wil iets opschonen, of ik wil graag, of ik ben dankbaar en ik wil graag vooruit gaan op persoonlijk vlak, dan kun je daar dus op kijken. Wat mogen wij weten voor de steenbokken? Er zijn wat angsten. Kan zijn dat bepaalde vrienden of een speciaal persoon invloed heeft op jou. En dat het kan zijn dat jij meer geïnteresseerd bent in one night stands dan om echt iets te beginnen. Dat kan met die angsten te maken hebben. Misschien ben je wel vaker pijn of verdriet gedaan. Of misschien heeft die vriend of vriendin te veel invloed op je. Iemand die mogelijk andere motieven of jaloers is op het feit dat je een ware connectie tegen het lijf loopt. En dat ze daarom jou op andere gedachten brengen. Wat mogen we weten over angsten? Jij bent bang voor teleurstelling, verdriet, pijn gedaan te worden. Wat mogen wij weten over friend influences? Kan zijn dat het iemand uit de familie is die invloed op jou heeft. Dus het kan een moeder zijn die heel sterk haar stempel op jou drukt. Wat mogen we weten over hookup, one night stand? Ik denk dat jij voornamelijk geïnteresseerd bent in losse relaties. Kan zijn omdat vaak jouw moeder of een ander persoon uit de familie niet eens is met jouw keuzes. Het kan zijn ook dat jij geen vaste relatie wenst omdat je al te veel teleurstelling hebt gehad in het verleden. Ja, je hebt vele emoties die getriggerd worden op het moment dat jij voor die keuze staat om wel voor ware liefde te gaan. En daardoor kies jij voor de gemakkelijke weg om toch maar richting one night stands te gaan of friends with benefits. Omdat dat voor jou gewoon veiliger aanvoelt. Dan hoef jij dus ook niet aan jouw angsten te werken. Maar het is juist de bedoeling dat je daar wel aan gaat werken, zodat je dus richting wensvervulling, richting ware liefde kunt gaan. Dus realiseer je dat. Wat mogen wij weten voor de steenbokken die te maken hebben met een ram? Steenbokken die te maken hebben met een ram. De kaarten willen niet lekker shuffelen. Dus er zit wat weerstand. Een derde partij. Nou, dat is dus die weerstand. Dat kan zijn, er zit een blok tussen jullie. Dat kan een persoon zijn. Dat kan een situatie zijn. Dat kan een moeder of een goede vriend of vriendin zijn die jou beïnvloedt. Het kan drank zijn, omdat ik al glazen ziet. Het kan zijn dat je te veel gaat sporten in de sportschool, te excessief.
Of wat het dan ook zou kunnen zijn, is voor iedereen verschillend. Het is een algemene reading tenslotte. Wat mogen wij weten tussen de steenbok en de ram, derde partij? Ik denk dat iemand wil verzoenen. Maar dat, dat die persoon denkt van dat het geen zin heeft. Dit betreft een soulmate van je, die je op zich toekomst met je ziet. Het is iemand uit het verleden. Ik heb het gevoel dat het een karmische soulmate is of iemand uit vorige levens. Daarom voelt dit ook zo sterk aan. Maar er zit iemand tussen. Het kan zijn dat je in een relatie zit. Of wat ik zeg van, omdat het voor de singles is. Voor de meeste is dat iemand die interfereert. Dus een goede vriendin, een moeder, een ex. Of een bepaalde toxiciteit. Dus dat je je werk bovenal prevaleert boven een relatie. Of dat je te veel drinkt, te veel eet, te veel rookt. Wat mogen wij weten tussen de steenbokken en de stieren? De steenbokken en de stieren. Dat jij of de ander het idee heeft van dit gaan we geen tweede keer doen. Dan moet je echt over mijn lijk gaan. Dit is iemand die heel resoluut is. Het is iemand die graag balans, stabiliteit wil. Daar ook heel erg sterk aan werkt. En ze denken er echt niet aan om met jou te verzoenen. Ze zien eigenlijk alleen maar teleurstelling. Het is te veel werk, te veel gedoe. En ze richten zich dan liever op iets wat hen in balans houdt. Kan zijn een andere relatie. Kan zijn dat ze liever bij familie zijn of die verzorgen. Het kan zijn dat ze liever keihard werken voor een nalatenschap na te laten. Maar het is iemand die absoluut niet het idee heeft van nou, ik ga in de steenbok investeren. Wat mogen wij weten voor de steenbokken die met een tweeling te maken hebben? Dat jullie communiceren via muziek, dat je zo elkaar inspireert, berichten doorstuurt. Jullie hebben een bijzondere band. Het kan zijn dat je deze persoon kent van het werk. Het kan zijn dat deze persoon aan het helen is. Dat jij die persoon ziet als wensvervulling. Maar en dat je ook een beetje geobsedeerd bent. Ik denk dat je geobsedeerd bent omdat je ziet dat deze persoon veel concurrenten heeft. Of veel mensen die passie voor hem voelen. Toch wil je graag een nieuw begin met deze persoon. Omdat je ze maar niet los kunt laten. Wat mogen wij weten voor de steenbokken die te maken hebben met een kreeft? Met de kreeft. Deze persoon mist jou. Denkt aan jou. Wat mogen we daarover weten? Het is voorbij tussen jullie. Maar deze persoon doet net alsof hun neus bloedt. Ze hebben deze situatie achtergelaten en proberen nu te richten op hun geluk, op positieve dingen. Het kan zijn dat ze bijvoorbeeld graag uitgaan of op vakantie gaan. En ik denk dat ze daar hun pijlen nu op richten en dat ze eigenlijk niks van de connectie met jou nog willen weten. Ondanks dat ze je missen. Wat mogen wij weten tussen de steenbok en de leeuw? Pas op, dit is iemand die
jouw vijand is. Dus het is iemand die jij niet kan vertrouwen. Wat mogen we hierover weten? Het is beëindigd tussen jullie en dat kan die ander niet goed hebben. Deze persoon die ziet nu dat jij happy single bent. Dat je geïnvesteerd bent in andere zaken. Hè, dat je naar rustig vaarwater gaat. En deze persoon zit in zijn of haar ego. Dus een kwestie van dat je bij iemand ego gekrenkt hebt. Oeh, die keelchakra, die gaat helemaal dicht. Wat mogen wij weten voor de steenbokken die te maken hebben met een maagd? Deze persoon probeert jou in de gaten te houden via sociale media. Of probeert te achterhalen van hoe het met je gaat. Het is iemand die niet wil toegeven dat ze het liefst een nieuw begin met je willen, omdat ze denken dat ze toch geen kans met je hebben. Het is iemand die diep in zijn of haar emoties zit, omdat ze weten van ik heb jou tekort gedaan, ik heb jou als derde partij gebruikt, dus jij was nooit mijn prioriteit of vice versa. En dat jij daarom hen online volgt. Wat mogen wij weten tussen de steenbokken en de weegschalen? Shapeshifter, dus iemand doet jou na. Iemand probeert op een stiekeme manier jou te kopiëren of je gangen na te gaan. Geen fijne energie. Het is iemand die al gelukkig is in een bepaalde relatie, maar wil eigenlijk die relatie beëindigen. Wil richting jou omdat ze wat voor je voelen. Kan zijn dat deze persoon binnenkort een bericht gaat sturen, een positief bericht. En dat ze op die manier een nieuwe start met je wensen. Maar deze persoon die doet alsof die is bezig met een bepaald masker naar de persoon in kwestie op te houden waar ze op dit moment mee zijn. Ik voelde al hier iets aan mijn nagel. Wat mogen wij weten voor de steenbokken die te maken hebben met een schorpioen? Ja, die persoon die is gericht op familie, op balans, stabiliteit, op zekerheid, op harmonie. Of jij bent dat. Die persoon gaat richting rustig vaarwater, is gelukkig, communiceert dat ook. En het kan zijn dat dit een soulmate is van jou, waar jij spiritueel mee verbonden bent. En dat jij het gevoel hebt van ik sta met lege handen, want deze persoon heeft voor iemand anders gekozen. Wat mogen wij weten voor de steenbokken die te maken hebben met een boogschutter? Dat je signalen, synchroniciteiten krijgt over dat dit mogelijk je ware liefde is of dat dit je soulmate is. Wat mogen hier nog meer over weten? Kan zijn dat jij voor een bepaalde keuze stond, dat jij niet wist waar je voor wilde kiezen, dat de emoties hoog opliepen, dat er zelfs conflict is geweest tussen jullie en dat jij deze persoon maar niet kan vergeten. Deze persoon is single en is elders geïnvesteerd, wil eigenlijk niet zoveel meer met je te maken hebben. Maar jij hebt nu het idee van dit is mijn persoon, alleen ik heb die persoon te veel gekrenkt.
Wat mogen wij weten tussen de steenbokken die te maken hebben met een andere steenbok? Dat je een relatie of een connectie met die persoon aangaat of aan wil gaan. Wat mogen we daarover weten? Jij denkt dat dit jouw ware keizerin is? Jij wil met deze persoon een relatie aangaan. Maar op dit moment komt dat niet goed van de grond. Het kan zijn dat ze in een andere relatie zitten. En deze relatie reflecteert bij jou wat er nog te helen is. Dus weet dat dit zo is, omdat er bij jou nog het een en ander moet worden getriggerd, zodat jij dus aan jezelf kunt werken. Wat mogen wij weten van de steenbokken die te maken hebben met de waterman? De steenbok die met de waterman te maken heeft, die voelt zorgen, die voelt opgejaagdheid, kan in diepe emoties zitten, kan zijn dat deze persoon niet eerlijk tegen je geweest is, aangegeven heeft vrijgezel te zijn, maar vervolgens ook jou afgewezen heeft. Iemand die eigenlijk alleen maar voor lust gaat. Die persoon gaat het nog een keertje proberen. Dus wees op je hoede. Het is één keer gelukt. Dus ze denken nou hè, vanuit het ego van dat gaat nog een keer lukken. Maar ze zitten niet voor niks in die opgejaagdheid en die zorgen. Omdat ze waarschijnlijk het gevoel hebben dat het ze een tweede keer niet gaat lukken. Wat mogen wij weten voor de steenbokken die te maken hebben met een vis? Dat je te maken hebt met een player, dat deze persoon heel strategisch is, dus pas op. Wat mogen wij daar nog meer over weten? Het kan zijn dat jij liefde voor deze persoon voelt, maar dat je toch ook wel wat rode vlaggen ziet. Zeker als deze persoon abrupt naar je toe komt of als deze persoon vertelt of jouw gouden bergen belooft. Het is een soulmate, maar het is een karmisch soulmate. Dus van deze persoon moet je het een en ander leren. Dus wees daar dankbaar voor, ook al voelt het misschien niet zo. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.